ben je hier eigenlijk aan het doen met al die rode lampjes? We zijn vanavond het stadhuis van Almelo in de rode licht te zetten. En waarom? Dat is een noodsignaal voor de evenementenbranche. De evenementenbranche? De evenementenbranche, ja. Het is eigenlijk 5 voor 12. Ja. En ja, we weten niet waar we aan toe zijn. Jullie weten moment. Niet waar je aan toe bent, want? Ja, de evenementen staan stil op dit moment. Dus ja, en er is nog geen uitzicht van wanneer we weer wat kunnen doen. En al die apparatuur natuurlijk, hè? Wat voor apparatuur staat er allemaal stil? Ja, mijn apparatuur ligt wat hier staat en ook mijn geluid en alles staat nu stil. Dat is wel heel belangrijk, hè? Mijn jongen, ik neem er één en dan vind ik het goed. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het goed. Demotex, nou, dat komt erop. Wat verwacht je eigenlijk van de regering? Ja, we hebben eigenlijk een noodsteunpakket gehad. En die moet eigenlijk weer verlengd worden. Kijk, wij redden ons op zich nog wel met wat kleine evenementen en wat klein installatiewerk. Maar de evenementen die we hebben, die staan nu stil. Wat voor bedrijven eigenlijk zitten hier in deze branche? Nou, normaal gesproken doen we veel evenementen hier in de regio, zoals de profronde en dat soort evenementen. Ja, en die staan nu allemaal stil. Ja, dat gebeurt allemaal nou niet, hè? Nee. Wij zijn een toeleverancier voor evenementen. Maar je hebt ook een westerhuisverhuur die de stoelen en de tenten levert. Ja, en we staan allemaal stil op dit moment. Ja. Ja, het gaat erom dat er geen evenementen georganiseerd kunnen worden waarbij die 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Nee, klopt. Ja. Nee. Wat stel je zelf eigenlijk voor als oplossingen hiervoor, behalve financieel? Nee, er staat een kapitaal aan spul wat stilzaat op dit moment. Mm. Ja, natuurlijk. Ja, goed, we moeten weer wat gaan doen. Ja. En ze hebben het allemaal wel over omscholing, maar ik heb geen idee hoor, maar... Als iemand een bod wil doen op mijn voorraad, dan kunnen we daarover nadenken. Maar ik denk niet dat het een ding is op dit moment. Een oplossing is, nee. En er zijn natuurlijk meer bedrijven. Sorry.